Ja, ik ben Thijs, 26 en ik werk sinds november 2020 bij Sioux. Ik werk dus als software engineer. En het houdt eigenlijk in, je hebt hardware wat echt de chips zijn, zware natuurkunde, kwantumfysica en zo. En je hebt software wat met name dus JavaScript, C, C++, gewoon veel programmeren op een computer. En als software engineer sta je dus eigenlijk op de brug daartussenin. Dat vind ik een reet interessant. Daar zit mijn expertise, zit mijn interesse, dus daar rond eigenlijk. Ja, de kracht van Sioux is dan dus echt dat je met indrukwekkende projecten bezig bent. Of je echt het idee hebt dat je iets toevoegt aan het geheel, zeg maar. Dat is toch leuk als je iemand kan zeggen van, ja, jullie hadden 1 uur aan data, daar hebben jullie 2 uur om gedaan over te decoderen. We hebben hier een demo voor jullie, klak, 20 seconden, het is klaar. En dat is toch leuk om te laten zien, want ik denk, er is nog steeds zoveel in de wereld wat sneller kan, wat kleiner kan. Sioux vond ik een mooie middenweg tussen eigenlijk het grote massale van gigantische bedrijven en toch ook een beetje dat kleine gemoedelijke van kleine bedrijven. Ik ga wel eens met collega's bolderen in Delft, wat ik nog nooit eerder had gedaan, maar dan zeiden ze op een gegeven moment tijdens de koffie van, hey, ga je mee bolderen? En ik van, wat is bolderen? En ja, ga je dat eens een keer mee en dat is wel leuk. Hè? Dan nodigt iemand je ook uit om een beetje dingen te doen naast je werk ook. Ik heb eigenlijk nog geen collega ontdekt waar ik zeg maar niet een drankje mee zou willen doen.